Welkom kijkers bij Golfschool Gelderop. Mijn naam is Mike van Wieringen. En vandaag wil ik het gaan hebben met jullie over hoe verbeter ik mijn invalshoek met de driver. Veel leerlingen proberen te veel de bal in de neergaande lijn te raken, zoals bij de ijzers. Alleen de driver heeft zo weinig loft, zo weinig schuinte, dat als ik de bal in de neergaande lijn zou raken, ik zelfs een negatieve hoek van mijn slagvlak krijg, dus eigenlijk geen hoogte. Dus de driver is de club die ik dus in de opgaande lijn ga moeten raken. Dus ik zal zorgen dat ik de bal niet meer. Ik moet gaan zorgen dat ik de bal niet meer in de neergaande, maar juist een beetje in de opgaande lijn raak. Zodoende krijg ik meer hoogte en uiteindelijk meer afstand, meer lengte. Een goede oefening, een goede drill om dit te controleren voor jezelf, is eigenlijk door een headcover van mijn driver. 1 griplengte voor de bal te leggen. Dus 1 griplengte voor de bal, de headcover. En vanuit deze positie ga ik nou proberen om de bal in de opgaande lijn te raken. En de headcover dus niet te raken. Nou, ik zal dus moeten zorgen dat de bal binnenkant linkervoet ligt. Wat meer naar voren. Ik dus een beetje gekanteld sta met mijn schouders. Het gewicht dus automatisch een beetje op rechts komt. En de handen dus nu meer achter de bal zullen moeten blijven. En vanuit deze positie ga ik nou proberen om die goede draai te maken. Waarbij ik de bal dus niet meer in de neergaande, maar juist in de opgaande lijn raak. En dat controleren we door de headcover. Het enige nadeel van deze oefening is, als ik een klein beetje van buiten naar binnen kom, kan ik theoretisch de bal toch nog neerwaarts raken. En sla ik voor de bal langs. Maar dan zul je een hele mooie lage bal zien naar links. Zelfs nog een beetje afbuigen naar links. Dus zodra je dat herkent, weet je dat je ook de bal niet meer in de opgaande, maar te veel in de neergaande lijn hebt geraakt. Dus bal binnenkant linkervoet, schouders licht gekanteld, kruip een beetje achter de bal, handen achter de bal. En vanuit deze positie draai ik de veer op en probeer ik de headcover dus niet te raken in die opgaande lijn. Succes met oefenen en laat even weten wat je van deze tip vond.